Hallo. Hallo, welkom bij Meester Crypto, 17 juni 2020. Waarom Bitcoin? Omdat de 21ste eeuw een 21ste eeuw systeem van internetgeld nodig heeft. Dat open, grenzeloos, neutraal, censuurvrij, onveranderlijk en permissieloos is. En dat is Bitcoin. Al dus een quote van Andreas Antonopoulos. Nou, je ziet hem hier ook staan. Hij in mijn ogen de meest eloquente Bitcoin-apostel. En hier een andere uitspraak. Het bestaande bancaire systeem trekt enorm veel waarde uit de maatschappij. En het gaat naar die rijken en superrijken. En is parasitair van nature. Nou, de vorige aflevering is het er ook al over gegaan. En als je een beetje weet wat monetaire verruiming feitelijk doet. En hoe dat de afgelopen periode alleen maar verder geëxplodeerd is. Nou, jullie weten, ik ben ervan overtuigd dat Bitcoin het antwoord is op de systemische fouten die onze economie kent. Een systeem dat onvermijdbaar aan zijn einde zit. En in de vorige aflevering heb ik ook al proberen duidelijk te maken dat het geld zoals wij dat kennen en in het verlengde ervan het opgebouwde vermogen dat jij hebt, dat ik heb, dat wat op een bankrekening staat, onze pensioenen, dat echt wezenlijk gevaar loopt. En ja, ik vrees ook dat daar echt ellende van gaat komen. Ja, maar vanuit jouw persoonlijke situatie is het nog niet te laat, vanuit je financiële perspectief. En jij kunt een klein deel van je vermogen gebruiken nu om je te verzekeren voor de naderende rampspoed. Bitcoin is die verzekeringspolis en eentje die fors in waarde zal vermeerderen. En natuurlijk is er altijd ook een kans dat het fout kan gaan. Hè? Wat dat betreft, ja, dat moet gezegd. Ik denk niet dat het fout zal gaan, maar die kans bestaat. Maar mogelijk is Bitcoin ook die monetaire reservemunt van de toekomst. Al kunnen daar gerust nog heel wat jaren overheen gaan. En of dat nou gebeurt of niet. Ik denk trouwens wel dat die dollar die zit aan het einde van zijn levensduur. Maar ik kan me voorstellen dat er nog een tussenvariant komt. Hè? Een nieuw bedacht potje, zo'n SDR-pakket van het IMF. Wat dan over de wereld heen gehelikopterd wordt. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar wat ze ook doen, hè, wat er ook gebeurt rondom onze bestaande fiatmunten. Bitcoin is in ieder geval een keuze. Een keuze om uit het systeem te stappen. Opt-out hoor je wel eens. Hè? Financiële soevereiniteit kun je ermee opeisen. En het is de munt van het internet. Maar waar komt Bitcoin nu vandaan? Kijk, Bitcoin kwam niet zomaar uit het blauwe niets 11 jaar geleden. Satoshi Nakamoto die wist op ingenieuze wijze allerlei ontdekkingen op het gebied van cryptografie bij elkaar te brengen. En nou, wat je hier al ziet is een uitvinding uit 1976. Public key cryptography. Nou, we gaan daar verder niet op in. Deze video wordt veel te lang, is daar ook niet voor bedoeld. Hè, dus, maar even om een perspectief te geven. Kijk, binnen het internet zijn geen grenzen. Hè. Zonder cryptografie, het versleutelen van informatie, kan alles wat je doet voor iedereen bekend zijn. Hè, voor altijd. En privacy is gewoon noodzakelijk voor een open samenleving in een elektronisch tijdperk. Je kunt niet van overheden en multinationals verwachten dat zij ons zomaar die privacy gaan geven. Ze hebben er belang bij om alles te weten. David Chaum onderzocht daarom de mogelijkheden om privacy toe te voegen en hij kwam bij blind signatures. Hiermee maakte hij de eerste digimunt. Dan hebben we het over 1989, DigiCash. En ja, DigiCash haalde het uiteindelijk niet. Je hebt er waarschijnlijk nog niet eens ooit van gehoord. Hè, maar het was wel weer een belangrijke stap voorwaarts. En ook latere pogingen van andere digitale munten, ja, die strandden allemaal. Enerzijds de techniek die nog onvoldoende was, maar vooral ook, er was een centraal punt, een persoon die door de autoriteiten gevonden kon worden, aangesproken kon worden, bedreigd, opgesloten, nou wat dan ook. En jullie weten natuurlijk allemaal, de machtigen van deze aarde, die geven echt niet zomaar hun gouden troon, de kip met de gouden eieren, hun macht uit handen. Dus ja, daar liep het nodige op stuk. Nou, ik zei in het begin al, die quote van Andreas Antonopoulos, die kenmerken dat we die gaan doorlopen. En
Daarmee zullen jullie ook zien wat Bitcoin nu wel kon, wat die eerdere munten nog niet konden en wat fiat geld niet kan en waarom Bitcoin uniek is in zijn soort. Nou, dan moeten we in ieder geval hebben over open, censuurvrij, permissieloos. En die zijn min of meer ook met elkaar verbonden. In 2008 verscheen het whitepaper van Satoshi Nakamoto, het plan voor Bitcoin. Nou, belangrijke cryptografische ontwikkelingen die werden bijeengebracht in een ingenieuze innovatie. Dat klinkt mooi, hè? Ingenieuze innovatie. En hoewel bijna niemand destijds als dusdanig herkende, is de grootste doorbraak van de mensheid sinds de uitvinding van het internet zelf, in mijn ogen, Bitcoin. Peer-to-peer elektronisch cash. Peer-to-peer is eigenlijk van systeem naar systeem, van persoon naar persoon. Hè? Peer-to-peer. Er zit geen derde partij tussen. Je hoeft geen middenpartij te vertrouwen. Wanneer je PayPal gebruikt of een bank, dan vertrouw je erop dat deze niet de transactie tegenhoudt, met je geld vandoor gaat, et cetera. En dat kan prima voor jou werken en dat heeft natuurlijk heel lang zo gewerkt, zolang het dat doet. Maar zij zijn de poortwachter, dat groene poppetje, zij zijn de poortwachter die toestaan, maar ook kunnen beletten dat jij doet met je geld wat je ermee wil doen. En ze kunnen het geld van je afpakken en ze kunnen de overheid vertellen wat je ermee doet. En nou leven wij relatief over de hele wereld gezien in een heel veilig land waarin we voor een heel groot deel onze regering en machtshebbers natuurlijk vertrouwen. Hè. Maar in heel veel landen is dit anders en is dit gevaarlijk. En ook met name in die landen heeft Bitcoin nu al nadrukkelijk een gebruikstoepassing. He, want Bitcoin lost dit op. Je hoeft die middleman, je hoeft geen centrale autoriteit te vertrouwen. Jij runt software, ik run software en we gebruiken die om Bitcoin naar elkaar te sturen. En geen poortwachters, er is gewoon financiële vrijheid. Er is geen persoon die aangesproken kan worden om transacties te verhinderen, mensen buiten te sluiten... Of misschien om de monetaire kenmerken van Bitcoin te manipuleren. Iets wat volop gebeurt met de valuta zoals we die nu kennen. Even kijken hoor. Satoshi Nakamoto is een persoon of een groep personen geweest. En niemand weet wie die is, wie ze zijn. En er is al 10 jaar lang taal nog teken van vernomen. En gelet op de voorgangers van die digitale munten, wat ik net al zei, is die reden ook heel goed denkbaar. Niet dat Satoshi Nakamoto vandaag de dag enige macht heeft om iets aan de karakteristieken van Bitcoin te veranderen. Het is een protocol, een code die gedeeld wordt in een netwerk. Even een glaasje water. Het is een almaar groeiende database die overal wordt verspreid, cryptografisch opgeslagen en gecontroleerd door de nodes. En hier zie je zo'n staartje van de nodes die op dit moment het Bitcoin-netwerk controleren. Het zijn er iets boven de 10.000 en op deze manier gedistribueerd over de hele wereld. En al die nodes die controleren dus de transacties die gemaakt zijn, of er voldoende geld ook is om een transactie te maken, of een transactie niet al een keer eerder is uitgegeven. Daar komen we zo meteen trouwens nog over te spreken. En hiermee, al dat controlewerk, die hele database, al die transacties, is volledig transparant. Iedere bouwsteen vanuit het protocol van Bitcoin is voor iedereen in te zien. En heb jij zicht op hoe centrale banken opereren? Hoeveel dollars of euro's er in de toekomst zullen zijn? Nou, dat bedoel ik. Iedereen mag een node runnen om Bitcoin te controleren. Iedereen mag vrijuit meedoen met het Bitcoin-netwerk. Weg met de poortwachters. Bitcoin is voor iedereen. Nou, dan gaan we even naar een ander kenmerk, niet te kopiëren. Nodes zijn onderdeel van dat wat Bitcoin zo geweldig maakt.
Want ze lossen het probleem van double spending op, van dubbel uitgeven. Want stel je voor, alles wat digitaal is, ja, het zijn feitelijk maar nulletjes en enen. En ja, die kun je tot in het oneindige kopiëren. En ja, dat wil je niet voor wat geld moet zijn. Al is het natuurlijk verduveld handig als je dat voor jezelf zou kunnen. Hè? Hey, dat zal ik niet ontkennen. Maar je weet wat ik bedoel. Hè? Bitcoin is echter niet te kopiëren. Want dat zou opgemerkt worden door de nodes die controleren of een transactie al is uitgegeven. En ze zouden dus jouw transacties verstoten van het netwerk. Het zou niet opgenomen worden, jouw transactie, in een volgend blok. En het dubbele uitgave vraagstuk is een hele grote hindernis geweest voor al die eerdere digitale muntpogingen. En met Bitcoin is die oplossing dus gekomen. En als gevolg hiervan zijn alle transacties op het Bitcoin netwerk onherroepelijk. Eenmaal verstuurd kun je er gewoon helemaal niks meer aan doen. Je bent heel nadrukkelijk je eigen bank, het is je eigen verantwoordelijkheid. Kijk, dit verifiëren van de transacties, het voorkomen dat dubbel uitgegeven wordt, is ook de reden waarom het 10 minuten duurt voordat je de bevestiging hebt dat jouw transactie is doorgevoerd, is opgenomen in de blockchain. Volgend kenmerk, onveranderlijk. En aflevering 1, de vorige aflevering, ben ik hiermee geëindigd. Dus ik zal het wat dat betreft hier kort houden. Maar het is een van de belangrijkste eigenschappen van Bitcoin. Er is geen goed in de wereld wat meer schaars is dan Bitcoin. De inflatie ligt momenteel sinds de afgelopen halving. Dat is weer een ander verhaal. Maar die ligt lager dan bij goud. En die zal in de komende jaren alleen maar verder gaan afnemen, die inflatie. We zitten momenteel hier. Nou, je ziet, 2037, ja, dan is het zo miniem de aantal bitcoins die nog gemined kunnen worden. Dan, dat is wat je wilt voor geld. Het moet schaars zijn. Kijk, en op een gegeven moment, dan zal er zelfs deflatie zijn. Omdat mensen bitcoin door eigen onzorgvuldigheid bijvoorbeeld kwijtraken. Want dat moet nogmaals gezegd, je bent zelf verantwoordelijk voor je bitcoin en je moet dus op een hele goede manier ervoor zorgen dat jij te alle tijden en ook jouw nakomelingen, dat die bij jouw bitcoins kunnen komen. Maar niet iedereen zal het op een even zorgvuldige wijze doen. Maar goed, er zijn dus maar 21 miljoen bitcoins en dat is alles wat er ooit zal zijn. Op dit moment zijn het er nog geen 21 miljoen, maar we zitten aardig dichtbij. En zet dat eens af tegen die fiat valuta's. Fiat hebben we het over euro, dollar, yen, etc. Die ieder jaar een beetje en soms ook heel veel van hun waarde verliezen. Er is bij Bitcoin geen enkele regering of wereldmacht die de waarde kan ondermijnen door bij te drukken. En dat is wat in het verleden steeds is fout gegaan. Die veiligheid, die garantie, die vind je nergens anders. Er is in de geschiedenis van het geld is er geen enkele fiat valuta geweest die niet eindigde in misbruik door de uitgevers, door de machthebbers. Er is geen fiat valuta geweest die niet eindigde met verlies van vertrouwen in de munt. Die niet eindigde met hyperinflatie en chaos. Nou, ik denk dat we hier eventjes 2A van maken en dadelijk verder gaan met 2B. Anders worden het wel hele lange afleveringen. Dus dan wordt het toch een 3-luik, mijn 2-luik. Maar jullie vergeven me vast alles. Hè? Dus voor nu zeg ik, let goed op je portfolio mensen. En tot de volgende keer. Toedeloe.